Welkom bij Mountains Flame, de expert op het gebied van alle soorten elektrische sfeerhaarden, op maat gemaakte cinewalls, meubels van topkwaliteit en complete verbouwing en renovaties met onze service The One Month Key. En wij verbouwen en meubileren uw complete woning binnen 1 maand kant en klaar. www.mountainsflame.nl. Ben je op zoek naar een nieuwe keuken? Kom dan langs bij Keukenstunter Goringhem. De nieuwste keukenstijlen en beste merken vind je bij ons in de showroom. Bij onze nieuwe keuken aanschaffen is automatisch een percentage sadaka naar een goed doel. Voor een afspraak kijk je op www.keukenstunter.com/afspraak. En kies voor de afspraak voor specifiek locatie Goringhem. U bent van harte welkom. Na succesvolle jaren in Eindhoven opent Arabia ook haar deuren in Amsterdam. Wil jij privacy en heerlijk eten in een van de meest vrouwvriendelijke restaurants? Bezoek dan Arabia, de familieplek bij uitstek. Natuurlijk is er ook een gebedsplek. U bent meer dan van harte welkom. Kijk op onze website www.arabia.nl. Welkom bij de Luxe Gordijnen, de gordijnen-specialist van Nederland. U kunt rekenen op de beste service en de mooiste gordijnen. Onze eigen atelier voor topmaatwerk. Bekijk onze showroom voor meer inspiratie. U bent van harte welkom. Kijk op www.deluxegordijnen.nl. Ik ben op bezoek bij Mohammed Hasnawi uit Leiden. Mohammed is reddingswerker van beroep. Hij was namens de Nederlandse groep uitgezonden naar Turkije met als doel overlevenden uit het puin proberen te halen na de desastreuze aardbeving die inmiddels circa 50.000 doden heeft geëist. Wat heeft Mohammed allemaal meegemaakt en gezien tijdens deze reis? En wat voor impact heeft het op hem gehad nu hij weer terug in Nederland is? Broeder, je hebt toch afgelopen weken heb jij iets heel bijzonders meegemaakt? Ja, dus met de aardbeving van Turkije. We hebben het op het nieuws gezien allemaal. Ja. Ik werk zelf bij de brandweer. En zit daarbij bij een speciale groep, dat is de USAR, USAR.nl. Dat is een reddingsgroep die wordt bijeengebracht als er aardbevingen zijn. Wij oefenen ook over het hele jaar. Als er ergens een aardbeving is op de wereld, dan zijn wij binnen 24 uur zijn wij beschikbaar. En dan worden wij dit keer toevallig naar Turkije, zijn we erheen gegaan om die mensen daar te helpen met de aardbeving. Wat heb je aangetroffen daar, toen je daar aankwam? Ja, subhanallah, dat kan je niet voorstellen wat je daar aantreft. We zijn naar Adana gevlogen, ja. Vanuit Eindhoven naar Adana. Ja, daar vandaan begint je inzet alvast. En we reden daar richting Hatay de andere dag. En dan zie je al wat huisjes omgevallen. Een beetje, ja, je weet dat je naar een aardbevingsgebied gaat, omdat dat er dingen kapot zijn. Maar zo in deze omvang hadden we het nooit verwacht. Ik in ieder geval niet, want alles was gewoon kapot. De straten waar wij in reden, waar wij onze verkenning moesten doen, er stond niks meer. Als het overeind stond, dan was het helemaal gescheurd en kapot. Levensgevaarlijk om erin te gaan. En op dat moment is voor ons de zoekactie begonnen. Zijn ze blij als ze jullie zien of niet? Ja, ze waren echt blij. Het zag eruit alsof ze een stukje erkenning kregen van wij bestaan ook nog steeds. De hele wereld kijkt naar ons. En dat gevoel had ik toen ik daar was. Van, iedereen bedankt je dat je er bent. Ja. Iedereen. Ook al zeg je tegen iemand, je familieleden zijn overleden, ik kan niks meer voor je doen. Ja. Dan gaan ze je nog bedanken en dan bedanken ze Allah en zijn ze je dankbaar dat je er bent. En ze proberen er alles aan te doen om je gastvrij te laten voelen daarom. Ze hadden gewoon niks meer. Helemaal niks meer. Ja, de autootje waar ze in kunnen slapen of een tentje. Maar die huizen waren niet meer bruikbaar. En waar waren al die mensen dan? Ik bedoel, want ze hebben geen huis meer. Op straat. En ik hoorde ook van lokale mensen, want ze spraken ook best wel Arabisch. Mm-hmm. Van lokale mensen dat er heel veel naar buitenhuisjes zijn gegaan, familie. Want Turkije is best wel groot. En degene die geen familie had, die bleef daar op straat. En hoogstwaarschijnlijk zit hij daar op straat, wetende dat bijvoorbeeld zijn kinderen en zijn vrouw en zijn moeder of zo in het huis daar onder liggen. Heel veel die waren aan het wachten. Die zag je ook wachten op een steen op de Pijnberg. Ja, kijkend naar de plek waar ze kinderen liggen. En zijn vrouw. En dat breek je als hulpverlener. Dan kom je aan en dan die mensen die zijn alles verloren. En dan denk je zelf, je krijgt van allerlei films door je heen. En die mensen, subhanallah, die zijn alles verloren.
In één keer, in één klap. Kun je nagaan, het is maar 30 seconden. En als Rabbi Subhanallah iets langer had gedaan, dan was alles weg. Zo. Dus het doet wel wat met je. En dan kom jij daar aan met... Verwacht hij iets van jou? Van haal mijn kinderen hieruit, haal mijn vrouw hieruit. Hoe gaat zoiets? Je wordt overal aangesproken. Voor mensen die... op een gegeven moment werd het altijd hetzelfde verhaal. Want ze hebben altijd de hoop. Die mensen. Altijd hetzelfde verhaal. Ik heb ze 20 minuten geleden gehoord. Of ze hebben een sms'je gestuurd. Maar ze weten al zelf dat ze overleden zijn. Het huis is helemaal plat. Er kunnen gewoon geen overlevenden meer uitkomen. Dus de geur die komt dan naar buiten van de... Van de ontbindende lichaam. Ja, je ruikt gewoon de geur van de overledene. Die ruik je gewoon al buiten. En toch hebben ze de hoop dat er ergens, subhanallah, een gaatje is of zo. Waar ze hopen gewoon op een wonder. En die wonder kan je ze niet geven. Je kan wel die hand op de schouder leggen en troosten. En voor de rest kan je niks doen. Dan moet je weer naar de volgende die je misschien wel heel snel kan redden. En als wij een vermoeden hebben dat er nog mensen binnen zijn, dan laten we één hond over de berg heen zoeken. Nou, als die aanslaat, dan hebben wij een positieve plek. Dus dat hij slaat aan, dan zou er een overlevende onder liggen. Dus als de hond aangeeft van hoogstwaarschijnlijk zit hier nog de geur van een levend persoon. Dan gaan jullie wat de beton dan slopen? Traceren, of... Dan gaan we de verdere maatregelen ondernemen. Roepen of wat? Ja, roepen, kloppen. Dit keer hebben we ook gevraagd van de lokale mensen die daar wonen. Ja. Hoe ziet het gebouw eruit? Dan kun je alvast een indicatie maken hoe die ingestort is. Je ziet wel hoe die ingestort is, maar waar de kamers zich bevinden. De keuken bijvoorbeeld, de slaapkamer. Ja. En dan kun je wat gerichter zoeken. Ja, ze waren hoogstwaarschijnlijk in de slaapkamer en dat is ongeveer daar. De meeste nu waren subhanallah allemaal in de slaapkamers. Dus die waren allemaal in de slaap verrast. Het was 4 uur 's nachts, had ik begrepen? Ja, 4:57 geloof ik zo. Kom je ook tijdens het graven dode lichamen tegen? Of? Ja, die kom je heel veel tegen. Je moet soms een gang maken om naar een overlevende te gaan. Of zoeken naar een overlevende. Je komt wel eens mensen tegen. Wat doe je daarmee? Ja, als die opzij ligt, dan... we hebben bijvoorbeeld eentje, daar waren we 2 kinderen aan het zoeken. En toen kwamen we onderweg, kwamen we de ouders al tegen. Dood. Ja, dan is een Turkse team, die is erbij. En die halen ze meestal weg. Want het geloofsovertuiging en... Ja, dus de Turkse gebruiken, de islamitische gebruiken die... De islamitische gebruiken, dan pakken hun dan nemen hun de overledene over. Want dan kunnen wij gewoon de zoektactie doornemen. Wat doet dat met je als je tijdens bezig bent, opeens zie je opeens een overleden persoon? Wat doet dat met je? Ja, ik heb gisteren nog met een collega over gehad. Normaal hier ook bij de brandweer, daar komen we ze ook wel eens tegen. Er worden wel eens geroepen... En dan zie je wel eens overledenen, zie je dan liggen. Mm-hmm. Hier doet het al wat met je. En daar subhanallah had je iets, een schakelaar of zo. Je was gewoon op de automatische piloot was je bezig. Nou, dan was je, die was overleden, die laten we liggen, respectvol. En de andere, we gaan door voor de volgende redding. Dus op dat moment schakel je gevoel eigenlijk een beetje uit? Ja, dat was al gebeurd toen we daar kwamen. Ik weet niet, het deed mij niks meer. Pas toen ik hier kwam, een beetje hier terug was en dan zie je gezin en dan zie je iedereen compleet. Je ziet de gebouwen nog overeind slaan. Het is heel gek, maar als ik nou door de straat heen loop, dan zit ik alleen maar naar de gebouwen te kijken. Is die wel stevig genoeg? Handen. Ja. Tijdens het graven en tijdens het bezig, kom je wel eens wat tegen dat je dan toch denkt van, oh, dit had ik niet verwacht man, dit is te heftig. Of dat je echt schrikt? Of? Ik had één moment had ik verwacht eigenlijk. Ik schrok van mezelf dat ik niet schrok. Allahu Akbar. Ja. Er was een vrouw die kwam naar me toe en die zei tegen mij van... Ja, mijn man die ligt daar al. Die is daar binnen. Ik weet zeker dat hij daar binnen is. En we hadden onze groep ook in tweeën gesplitst. Dus ik ging kijken. Ik ging met haar mee de straat in met nog een collega.
Ik zeg tegen mijn collega, joh, ik ga erin. Er was een huis, die was ingestort. De eerste verdieping was helemaal weg. En er was nog een gangetje, daar kon ik doorheen. Ja. Dus ik ga er doorheen, door het gangetje. Nou, Umut heette die man, Larchmo. En op een gegeven moment, ik roepen, Umut, niks, geen reactie. En zij ook roepen. Dus ik was, op een gegeven moment kwam ik aan het einde van het gangetje. Mm-hmm. En er was een grote ruimte, daar moest ik in. Dus ik kruip erin, in die ruimte. Met mijn lamp schijnen, kijken, nergens Umut te vinden. Ik kruip iets verder. En dan zit hij gewoon naast me. Subhanallah, zit hij gewoon naast me. Dus ik kijk zo, oh, dit zal dan wel Umut zijn. Ik kijk zo, hij was helemaal stijf. En op dat moment was ik echt geschrokken van mezelf, dat ik niet geschrokken was. Maar hij was dood? Hij was dood. Hij zat misschien, hij zat vast. Er was een stuk, een bint, die was op hem gevallen. Een stuk beton bedoel je? Een stuk beton, ja. Die was op hem gevallen. Maar hij zat me gewoon zo aan te staren, zo van... Allahu Akbar. Oh. En toen schrok ik van mezelf dat ik niet schrok. Ik denk, wat is er gebeurd eigenlijk deze dagen? Normaal moet je hartslag... Ja. Moet je hart ergens weggelopen zijn, dat jij daar nog achter blijft. Maar op dat moment, het doet wel wat met je. Oh. Ja. Gewoon een man die zit dan gewoon... Allahu Akbar. Die zit gewoon, zit je aan te staren en dan ga je terug... Kruip je heel rustig terug. En ik wilde op dat moment wilde ik niet aan haar gelijk zeggen van hij is overleden, want ze was best wel overstuur. En er was een andere man die sprak Arabisch. Toen heb ik tegen hem gezegd van joh, oké, ja, alsjeblieft tegen haar, want ik vond het te zwaar om het tegen haar te zeggen. Van die man is overleden. Nou, toen liep ik al een klein beetje terug en toen zei hij dat en toen brak ze en dan... Dan voel je alles prieten, alles in je hoofd bewegen. Ja. Dat is dan wel weer heftig om haar zo te zien dan. Ja, ja, dat was eigenlijk het ergste. Kijk, om haar man... natuurlijk is het erg om haar man... Ja. Alhamdulillah, hij is overleden. Ja. Ja. Wellicht van martelaar, ja. Shahid Adlas. Ja, Shahid Adlas. Ja. Dan is zij daar achtergebleven en dan het enige wat ze doen, dat is die laatste sprietjes uit haar haar trekken en rouwen. En echt onvoorstelbaar hoe dat door je heen gaat. Als je dat ziet, ik denk dat dat het zwaarste is geweest wat we mee hebben gemaakt. Het verdriet van de mensen. Kijk, het zoeken en zo en mensen helpen en mensen redden, mensen ergens vandaan halen of ergens onderuit halen. Daar ben je voor getraind en dan, je gaat er gewoon voor. Dat is gewoon je werk. Ja. Je doet dat gewoon. Maar om te gaan met het verdriet van de mensen, dat kun je volgens mij niemand trainen. Dat kun je niemand trainen. Als er een vrouw naar je toe komt en die zegt, ik ben mijn vier kinderen kwijt en mijn man ligt daar ook ergens. En ik ben alleen over. Dan denk je, ja, dat is niet goed. Allahu Akbar. Ja. Hoe lang zijn jullie daar gebleven? We zijn in het gebied zelf zijn we 7 dagen geweest. En dan 3 dagen, dan moeten we dan bijkomen. Dan worden we in een andere setting worden we dan gebracht. En dan gaan we praten met de dokteren, met de artsen, de psychologen. Ja. Gaan we alles evalueren. En dan word je teruggezet in je gezin. Dus dan, terug naar Nederland. Ja. Waren er ook blije momenten? Blije momenten met de mensen daar? Dat jullie bijvoorbeeld toch nog iemand hebben kunnen redden? Of dat jullie toch nog iemand... Ja, dat was echt onvoorstelbaar. Die blik die vergeet ik nooit meer. Eerste dag waren we aan het verkennen als het ware. Mm-hmm. En met verkennen dan doen we ook snelle reddingen. Als wij iemand snel kunnen redden, want we hebben een gereedschap bij ons. Dat zie je ook terug in de documentaire. Dat was een Zeynep en haar dochtertje. Mm-hmm. En mensen hoorden iemand kloppen. En toen gingen wij kijken. Ja, dat klinkt best wel dichtbij. En je kon haar een beetje horen. Dus kloppen op het beton bedoel je? Ja, op beton, ja. En toen hebben we gegraven. Er was, subhanallah, die huis was gezakt gewoon in de grond. Je zag ook een spoor van asfalt. En toen hebben we buiten op straat hebben we een gat gemaakt in het beton. Ja. En dan zijn we zo het huis ingegaan.
En toen ben ik erin gekropen. De collega's en zo, die hebben dat gat gemaakt. Omdat ik de kleinste ben, dan ga ik als eerste naar binnen. Ja. Dus ik ga naar binnen en ik vind die vrouw met haar dochter. Eerst die vrouw. En die vrouw die ging dan haar, was echt pikdonker binnen, je zag helemaal niks. Ja. En ik ging naar binnen, ik vond eerst Zeynep, dat is de moeder. Ja. Dat meisje, de naam kon ik even niet meer. Levend, die ze waren alhamdulillah allebei nog levend. Dus Zeynep die ging eerst naar de achterkamer, ging ze heen, want ik had een lampje hier op mijn helm. Die ging haar dochter halen, toen kwamen ze allebei naar me toe. Nou, Zeynep die kijkt mij aan met die dochter van haar, echt met die blik van... Zo'n blik heb ik nog nooit gezien. En dan word je echt, dan ga je dood van blijdschap. Huilen ook? Of... Ja, je breekt, alles. Kijk, ik ben niet degene die hun leven teruggeeft. Nee, natuurlijk niet. Dat was moet ik hebben. Ja. Jullie waren de sebeb om hun te redden natuurlijk, ja. En hoe reageerde die vrouw dan toen ze dat deed? Ja, die... hartstikke blij. Die begon mij mijn handen te kussen, mijn hoofd, alles wat ze... Die was zo blij dat ze eruit was. En gelukkig hadden wij een arts bij ons. Robert, die kijkt haar na en die kijkt de meisje na. En dan gaan ze naar het ziekenhuis. Op dat moment, wat doet dat met je als je zoiets meemaakt, dat je iemand zo blij kan maken met de wil van Lasba? Ja, op een gegeven moment hebben we hun blij gemaakt, maar hun man, die was, er was nog een man, de vader, die lag boven in het kamertje. Die was, Lerchmo ook, die was dan overleden. Lerchmo, die vonden we dan, maar daar kun je niks meer voor doen. Ja. En dan met die blijdschap van Zeynep dan, die vrouw. Op een gegeven moment hoort ze dat haar man overleden is. Ik zag in de ogen van, had mij er maar niet uitgehaald. Oeh. Zoiets. En dan breek je ook weer en dan, je moet toch weer verder. Je moet sterk blijven. Hoe gaat zoiets? Want op dat moment heeft ze de ultieme vreugde dat ze overlevende haar familie. 10 seconden later of weet ik veel... dan is haar man overleden. Ja, hoe aanschouw je dat? Wat gebeurt er met zo'n persoon? Ik was blij dat ik de taal niet kon, de Turks. Ja. Want we hadden een Turkse jongen bij ons, die niet bij ons in de groep, maar een andere groep. Die was al na de eerste dag al gebroken, want die hoort natuurlijk alles wat... Het deed veel meer met hem dan degene die het niet kon verstaan. Ja. Overheerst bij haar dan, want net was ze nog super blij en is die blijdschap dan in één keer weg of zie je nog dat... Ja, in één keer hoeft het niet meer. Dan is het schreeuwen en... In één klap weg? In één klap weg. En dat is subhanallah ook niet te beschrijven. Dat kun je niet beschrijven. Dat, ja. Toch zit je er een beetje dichterbij, omdat je je cultuur hebt, je islamitische cultuur. Ja, je bent zelf ook moslim natuurlijk, ja. Dus je kan, dat soort dingen begrijp je wel. Ja. Dus dat, het doet pijn. Het doet heel veel pijn. Wat doet dat eigenlijk met jouw iman op dat moment, als je dat ziet? Ja, je bent altijd tevreden, altijd alhamdulillah. Je bent natuurlijk tevreden wat Rabbi subhanahu wa ta'ala geeft en wat er gebeurt. Met de iman doet het ook... Je hoort... Kijk, die aardbeving heeft maar 30 seconden geduurd. Hè? Ja. En dan ga je dingen denken, je bent dankbaar natuurlijk dat het geen minuut heeft geduurd. Dat het geen anderhalf minuut had geduurd. Dan was alles kapot. Dan waren die mensen er niet meer. En daar ben je Allah heel dankbaar voor. Dat het niet langer heeft geduurd. Voor die mensen daarom. Ja. En dan, Dan ben je wel blij dat je moslim bent en dat je dat soort dingen begrijpt. En denk je dan meer aan Allah subhanahu wa ta'ala op dat moment? Denk je meer aan al-akhira bijvoorbeeld? Of denk je meer aan de dood? Of? Je bent constant bezig met... Je denkt eraan als je mensen helpt. Je denkt eraan als je mensen ziet liggen. Je denkt eraan als je ze
verdrietig ziet, als je het verdriet ziet van die mensen, je bent constant bezig, constant. Ja. Alhamdulillah, subhanallah, echt, constant ben je ermee bezig. Constant in je hoofd? Ja, constant ben je ermee bezig. Als je al een gat inkruipt, bismillah, als je iemand eruit haalt, alhamdulillah. Ja. Als je iemand tegenkomt, dan een beetje voor hem, larhmo en lewesaide. Ja. Je bent er constant mee bezig. Dus je hart raakt vol op dat moment eigenlijk? Ja, alles. Ja. Hoeveel mensen hebben jullie nog misschien, hebben jullie als groep nog kunnen redden daar? Als Nederlands groep hebben we de 12 mensen kunnen redden. Dat is toch veel. Waar sliepen alle mensen? Waar waren de overlevenden? Waar waren ze? Je zag heel veel touringkarren. Zag je langs de weg staan. Je zag alle auto's van de mensen, die waren gewoon bewoond door de mensen zelf. Ze sliepen allemaal in de auto? Ze sliepen in de auto's. Je zag zeiltjes gespannen, allemaal op straat. Je zag overal brandjes, brandhaardjes. Ja. En mensen die overal zie je vuurhaardjes om, mensen wilden warm blijven. En dat was eigenlijk het leven van die mensen. Oh. En sommigen sliepen gewoon niet, die waren de hele dag aan het lopen en aan het zoeken. En dan kwamen ze de andere dag nog een keertje tegen. En die waren gewoon 24-7 door. En het was best wel koud. Ja, hoe was het weer? Hoe was het? Ja, s'nachts was het koud. En overdag werd het wat warmer. Dan ging het wel naar de 14 graden toe. Okay. Maar s'nachts ging het wel tegen het vriespunt aan. Nog minder als het vriespunt. Hadden ze kleding? Hadden ze warme kleding? Of kwamen ze dat kort? Subhanallah, overal zag je op straat bergen kleding liggen. Ik denk, in het begin dacht ik, wat is dat? Waarom gooien ze alle kleding? Ik denk, iemand die heeft zijn kledingkast eruit gegooid en die heeft het zo op straat gegooid. Maar er waren heel veel mensen die legden daar dan de kleding neer. En kon jij als getroffene, als je kleding nodig had, ja. Schoenen, eten, ja. Alles was in overvloed. En dan kon je dan kleding aantrekken, meenemen wat je nodig hebt. En dan ga je weer door. En dan leg je desnoods dat oude wat je uitgetrokken hebt. En dat leg je erbij voor een ander. En dan ga je weer door. En zo zag je dat elke hoek van de straat. Dus alhamdulillah, ze hebben het wel samen opgelost. Alle kleding, dus als iemand wat nodig heeft. Ze zijn en dankbaar en behulpzaam de mensen die daar wonen. Echt, subhanallah. Je krijgt er gewoon kracht door. Als je dat zag, hoe ze verenigd waren met elkaar en hoe sterk en hoe ze elkaar hielpen. Echt, subhanallah, geweldig gewoon. Jouw gezin, toen ze hoorden dat jij daar naartoe ging, je kinderen en je vrouw, schrokken die? Dachten ze van, oh jee. Ja, die zijn heel nuchter. Ja? Ja, subhanallah, ik weet niet waar ze de kracht van aanhalen, maar ik belde op dat moment belde ik mijn vrouw op. En ik stuurde een appje in de homegroep. Ja, dan krijg je reacties van, succes daar. Ja. Ja. We zien je wel als je terugkomt. Ja. En een vrouw die zegt, sabillah, en je gaat mensen helpen. Ja, prachtig werk. Ga maar. Lamme werk, prachtig Dus ik heb... En je weet, achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Ja. En achter een sterke vrouw staat een sterke man. Klopt. En dat hebben wij toevallig. Ja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maar ze waren niet bang dat er naschokken zouden komen of zo? Dat jij... Ik heb het wel eens gevraagd, maar dan zeggen ze, dan sterf je toch als martelaar, als shahid. Nuchter ook. Dan zijn we heel nuchter. Dan zijn ze heel blij om een... Natuurlijk doet het wat met je. En het geeft je ook de kracht om weg te gaan. Want als je gezinsleven onstabiel is, dan ken je niet weg. Ja, ja, ja. Dan zit jij met je hoofd bij je gezin. En wat je achtergelaten hebt, dan kun jij je ding niet doen. Je moet echt een gezonde mind hebben boven. Ja. Met alles stabiel wat je achterlaat. En dan ga je weg. En ik heb natuurlijk ook mijn moeder gebeld. En ze zegt, ga maar, laat daar liggen. Ja. En Radal walidin. Zo, als je dat niet hebt, dan is het... Ik had jouw vader 10 jaar geleden ook geïnterviewd, hè? Ja. In Hillegom. In Hillegom, ja. Ja, een man in een scootmobiel. Een scootmobiel. Ja, en dat was een grappige man, moskee in Hillegom, mashallah. En ik hoorde dat hij kort daarna overleden was. Ja.
Ja, het is toch ook altijd klaar voor mensen, arme mensen. Voor iedereen stond hij klaar. Ja. Dus mooi subhanallah. Volgens mij in die tijd zouden ze een moskee bouwen dan. Ja, klopt. Is die moskee er al waar hij toen verstreed? Ja. Maar inshallah, mogen Allah subhanallah hem de hasanat ervoor geven. Hij betaalt nog steeds shart. Ook al is hij niet meer. Ook al is hij niet meer. Allah. Ja. Broeder Mohammed, ik vond je verhaal, het heeft me geëmotioneerd. Het heeft mij doen beseffen dat ik misschien meer moet doen, ook terug moet geven aan de gemeenschap. Je moet zo denken, je moet gewoon in eerste instantie moet je al sowieso denken, zou mijn moeder trots op hem zijn? Ja. En dan doe je, daar doe je als alles voor. Allah en je moeder natuurlijk. En dan. Broeder Moeder Mohammed, mogen Allah jou belonen voor al het werk wat je hebt gedaan. Amen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala, al het werk wat je hebt gedaan, mogen jouw vader ook zijn belonen daarvoor dat hij een zoon heeft. Allah dat hij een zoon heeft opgevoed. Sadaqa Jari, die dit werk doet van zijn nageslacht. Kijk, mashallah. Hij is er niet meer, maar kijk wat zijn zoon doet. Ik word er gewoon emotioneel van. Omdat ik hem natuurlijk ook 10 jaar geleden heb geïnterviewd. Het was een hele lieve, aardige man. Ja. Broeder Mohammed, ik wens jou nog heel veel goed. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala jouw gezondheid geven. Lijf. Dat je nog tot ver in je leven de maatschappij van hulp kan zijn. Shukran. Barakallahu fik, broeder. Ik werk veel. Amin. Allahumma amin. Omar Shabab, ik voel me. Je bent altijd welkom. Dankjewel. Shukran. Barakallahu fik. Allah hafdak. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Shukran.